Nou, of er echt precies 500 komen, dat valt natuurlijk niet te voorspellen. Het pand wordt gebouwd voor ruim 500 capaciteitsplaatsen. En we hebben afgesproken met de gemeente dat er maximaal 500 asielzoekers komen te wonen. De eerste vluchtelingen of de eerste asielzoekers die verwachten wij vermoedelijk in de week van 20 juni. De omgevingsvergunning brandveiligheid is per 6 mei gepubliceerd. En in principe ligt die 6 weken ter inzage. Nou, als je die termijn optelt en er valt geen grote gekkigheid onderuit, dan zouden we op 20 juni eigenlijk de eerste instroom in het wegende pand kunnen verwachten. Hoe gaat het met de verbouwing in het pand? Nou, de verbouwing verloopt bijzonder voorspoedig. Ik ben ook heel blij dat het is best een prettig pand om in te verblijven. En ik merk dat de verbouwing geen grote schade doet aan het gevoel dat het pand uitstraalt. Er worden prima kantoorruimtes voor het COA, voor het vluchtelingenwerk en voor het gezondheidscentrum georganiseerd. En ik ben ook erg blij met de slaapvoorzieningen en de douchevoorzieningen voor de toekomstige bewoners.